Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Meneer Hendricks, we zitten hier vlak voor de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie. Wat is de ambitie dit jaar? De ambitie is om eigenlijk een belangrijke sportvereniging in Turnhout te blijven. Want we hebben natuurlijk een eerste ploeg, maar we hebben ook een jeugdafdeling, we hebben een damesafdeling en we hebben een G-ploeg, gehandicapte ploeg. Dus, en dat allemaal moet op een goed niveau werken. Ik denk wat de eerste ploeg betreft is het heel duidelijk, is de ambitie inderdaad kampioen te worden. Er zijn serieuze investeringen gebeurd, maar wij willen ook met de jeugdwerking op nationaal vlak toch wel iets presteren. We hebben een aantal zeer, zeer degelijke jeugdtrainers aangeworven om dat waar te kunnen maken. De dames hebben al 2 jaar opeenvolgend kampioen gespeeld. Dus wij hopen dat die in dezelfde trend blijven verder gaan. En we zijn toch ook wel fier dat wij ook een G-ploeg hebben. Jongens, er zijn een paar meisjes nu ook bij. Die normaal niet aan sport doen, maar die via de G-ploeg toch wekelijks ook voetballen. En daar een enorm plezier aan beleven. En dat is eigenlijk een van de dingen die ons toch wel heel nauw aan het hart liggen. Wij willen niet alleen een voetbalclub zijn, wij willen ook een maatschappelijk verantwoord ondernemen doen in de sportwereld van Turnhout. Dus met de eerste ploeg zegt u, wij gaan voor de titel. Ja, dat is de bedoeling en de spelers weten dat het opzet is. Natuurlijk, het is allemaal iets rapper gezegd dan het te doen. Wij zullen moeten afwachten of dat lukt. Maar wij hebben dus een professionele kern uitgebouwd. Het zijn bijna allemaal nieuwe spelers. En gelukkig hebben wij ook uit eigen jeugdwerking toch kunnen recruteren. Dus een van de spelers wordt een vaste waarde in de ploeg. En er zijn dus op de bank toch ook een aantal jongeren vanuit de Turnhoutse opleiding die daar regelmatig zullen zitten en ook al eens zullen invallen. Dat blijft de doelstelling om ook toch eigen Turnhoutse jeugd te kunnen laten doorstromen, te laten doorgroeien, want dat was ook wel een beetje de kritiek vorig jaar af en toe op de werking dat men daar te weinig Turnhoutse identiteit in zag. Ja, men heeft dat vorig jaar natuurlijk sterk opgeblazen, want dat was nooit de bedoeling. Het was alleen de bedoeling door die inbreng van die Egyptenaren om in derde nationale te kunnen blijven, om met de jeugd nationaal te kunnen blijven spelen en in feite Turnhout te redden van de degradatie. Ja. Dat is gelukt en IJzona speelden we zelfs in tweede nationale of zouden we de eindronde van tweede nationale spelen. Maar dus daar steekt in feite veel meer achter. Wij willen die jeugdwerking volwaardig uitbouwen in Turnhout. Hoe kijkt u eigenlijk op dat voorbije seizoen terug? Dat was een heel moeilijk seizoen. Ten eerste, voor de winterstop ging het hoegenaamd niet. Wij stonden met de winterstop met 6 punten en met de absolute zekerheid dat wij dus zouden afzakken naar bevordering. En dus dan is die ingreep er gekomen vanuit Wadi Degla. Maar daar is natuurlijk zeer veel kritiek op geweest. En ik kan mensen begrijpen dat zij een beetje ontgoocheld waren dat zo was. Anderzijds, diegenen die blijven komen zijn, en gelukkig waren er dat toch nogal wat, die hebben voetbal gezien dat we hier op dit veld waarschijnlijk nooit niet meer zullen zien. Dat was van een voetbalgehalte dat eerste klasse waardig was. Ja. Zit u hier in april als voorzitter van een kampioenenploeg? Of is het in mei? Ik weet niet wanneer het laatste wedstrijd is. De laatste wedstrijd is de eerste zondag van mei, ja. Ja, dat zou moeten. Maar ja, nogmaals, sport is sport, voetbal is voetbal. Winnen en verliezen, dat ligt soms zeer dicht bij elkaar. En er zijn soms van die dingen die kunnen gebeuren in een wedstrijd die het totaal overhoop gooien. Wij hebben vorig jaar ook in die voor de winterstop wedstrijden verloren die we eigenlijk hadden moeten winnen. Ja, want dat hoort bij voetbal. En dat zullen we
dit jaar misschien ook meemaken. Ik hoop niet te dikwijls. En als we het meemaken, dat we dan eens langs de andere kant zitten. Dat we door het toeval eens winnen in plaats van verliezen. Een vraagje, is Turnhout groot genoeg? Heeft Turnhout het potentieel, zowel sportief als financieel, voor twee voetbalploegen met ambitie? Ja, je moet natuurlijk bekijken hoe dat de situatie is. Er is één van die twee ploegen bij die nationaal spelen. De andere ploeg, maar er zijn vier voetbalploegen in Turnhout, vergeet dat niet. En tenslotte Waardstraafschorst, ja, die spelen ook op een niveau zoals FC Turnhout speelt. Dus ik denk dat dat best moet kunnen. Het zou natuurlijk anders worden als er inderdaad ook een tweede nationaal spelende ploeg komt. En dan heb je dan in andere plaatsen, andere steden van de grootte van Turnhout heb je gezien dat dat even een boost geeft. Dat ze door tegen elkaar op te bieden in feite het doen. Maar nadien vaak verdwijnen ze. Of komt het toch tot een fusie of iets. Maar ik denk zoals het niveau nu is, dat best moet kunnen. Dus de voetbalsupporter in Turnhout mag op beide oren slapen. Voetbal blijft een feest in Turnhout. Wij gaan er in elk geval ons best voor doen. En wij hebben toch ook de zekerheid van de steun van Wadi Degela. Dus ik denk dat wel. Oké. Veel succes. Dank u wel. Bink TV. Internettelevisie op zijn Turnhout. Just Bink It. Just Blink It.